Goedemiddag en dank dat u hier bent op nieuw een persconferentie op een wat ongebruikelijk tijdstip. Minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge geven een persconferentie op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze staan op een podium achter een spreekgestoelte met een gebarentolk tussen hen in. Achter hen staat op een lichtblauwe achtergrond de tekst: alleen samen krijgen we corona onder controle. Met de website rijksoverheid.nl/coronavirus. Voor het podium zitten journalisten op 1,5 meter afstand van elkaar. Hugo de Jonge zal u zometeen uitleggen waarom volgende stappen echt nodig zijn en hoe die ons straks gaan helpen om ons leven ook weer stap voor stap terug te krijgen. Want dat gaat gebeuren. We komen hieruit. Maar eerst moeten we ons nog een keer schrap zetten. Nu de Britse coronavariant en andere meer besmettelijke varianten op ons afkomen. Alle deskundigen binnen en buiten het Outbreak Management Team waarschuwen voor een derde golf. En dat moeten we serieus nemen. En we moeten dus nu het uiterste doen om die derde golf zoveel mogelijk voor te blijven en zo klein mogelijk te houden en tegelijkertijd daarmee ook weer eerder perspectief te krijgen. En ik begrijp, heel Nederland zal vandaag kijken wat de maatregelen zijn. En dat gebeurt op het moment dat we ook allemaal coronamoe zijn. Ik ook. Na 10 maanden van beperkingen gaat het simpelweg onder je huid zitten. Dat is gewoon zo. Het is zwaar en het voelt alsof het alleen maar zwaarder wordt. Maar juist daarom is het belangrijk dat we niet alleen kijken naar de beperkingen van nu, maar ook hoe we, als we nu verstandige stappen zetten, ook weer eerder ruimte krijgen om weer dingen mogelijk te maken. Ook niet alleen kijken naar de maatregelen, maar vooral ook hoe wij gezamenlijk als samenleving in een optelsom van al onze gedragingen dat virus de ronde kunnen krijgen. Want dat blijft natuurlijk het grootste risico, dat we per maatregel gaan kijken wat betekent dat voor de een of voor de ander en hoe kan ik me daar wel of niet toe verhouden. Veel belangrijker is die optelsom ervoor te zorgen dat we inderdaad gezamenlijk dat virus bestrijden. En dat is echt de boodschap die ik vandaag wil onderstrepen. Wat het kabinet vandaag presenteert, gaat zonder meer nog één keer weer heel veel van mensen vragen, maar het gaat ons dus ook veel opleveren. Het belangrijkste is dat we vandaag met het voornemen komen voor een avondklok. Dus een verbod om buiten te zijn tussen bepaalde uren, wat een heftige maatregel is. Niemand wil een avondklok. Niemand staat erbij te juichen, ik niet, Hugo de Jonge niet, het hele kabinet niet, niemand. En natuurlijk kunnen en willen we zo'n ingrijpend besluit niet nemen zonder parlementaire steun. En daarom gaan we ook zo snel mogelijk met de Tweede Kamer over dit voornemen praten. En als er dan voldoende steun is, dan pas zullen wij een definitief besluit nemen. En daarbij hebben we natuurlijk ook verder gekeken. Want het advies wat we hebben gekregen van het OMT is buitengewoon helder. Doe nu het maximale om klaar te staan voor wat er zo dadelijk op ons afkomt. Vandaar dat we vandaag ook komen met een vliegverbod vanaf een aantal risicovolle bestemmingen. Met een aantal nieuwe verplichtingen voor mensen die naar ons land willen reizen. En met een aanscherping voor begrafenissen en aanscherpingen voor thuisbezoek. Maar ik begin met de avondklok. Hoe gaat die er wat ons betreft concreet uitzien? Als de Kamer instemt, dan gaat die avondklok in een paar dagen na het Kamerdebat. Er zijn een paar dagen nodig om dan alles formeel goed te regelen. En dan geldt die in heel Nederland tussen 8:30 s'avonds en 4:30 in de ochtend. Dus tussen 20:30 s'avonds en 4:30 in de ochtend. Dat is het voornemen. En dat betekent dat het in principe verboden is om tussen deze uren op straat te zijn, behalve als je onder een van de uitzonderingen valt. En deze maatregel geldt net als de andere maatregelen in de lockdown tot en met 9 februari. De avondklok geldt in principe voor iedereen en overal, voor jong en oud, in de steden en op het platteland. En natuurlijk, er zijn uitzonderingen, maar dan geldt wel het principe dat je een door jezelf ondertekende verklaring op zak hebt waarom je buiten bent. En als zo'n verklaring gefalsificeerd is, dan is dat natuurlijk een misdrijf. Een belangrijke uitzondering maken we voor het verlenen van dringende medische of andere hulp aan mens en dier, waaronder ook belangrijk mantelzorg. Een andere uitzondering geldt voor mensen die per se
naar hun werk moeten. Bijvoorbeeld verpleegkundigen, politieagenten of mensen die 's nachts aan de weg werken. Die mensen die dus voor hun werk op pad zijn, moeten dan ook een werkgeversverklaring bij zich hebben. En je mag in je eentje na 8:30 s'avonds de hond aangeleind uitlaten. De volledige regeling en de lijst met uitzonderingen en voorwaarden staat straks op rijksoverheid.nl. Een avondklok betekent dus ook dat de supermarkten en andere levensmiddelenwinkels die nu nog soms tot 10:00 open zijn, niet allemaal, een beperkt aantal winkels is open tot 10:00, dat die uiteraard dan ook eerder moeten sluiten. En daarom roep ik ook iedereen op om wat vaker 's ochtends de boodschappen te doen, want dan is het een stuk rustiger in de winkels. Wat we met de avondklok willen bereiken is minder groepsvorming, minder reisverwegingen en vooral ook minder thuisbezoek. Minder contacten om daarmee besmettingen te voorkomen. Want dat is en blijft de essentie. We weten namelijk dat bezoek thuis een belangrijke bron van besmetting is. Daarom ook de aanpassing van het advies over bezoek thuis. Dat verandert namelijk van bezoek thuis van 2 personen terug naar 1 persoon. En die regel gaat onmiddellijk in. Dus ontvang thuis niet meer dan 1 bezoeker van 13 jaar of ouder. En ga ook zelf bij niet meer dan 1 ander huishouden op bezoek. Met ook hier als belangrijkste uitzondering mantelzorgers. Als het nodig is vaker dan 1 keer per dag of met meer mensen langs te gaan bij je bejaarde vader of moeder, bij de zieke of kwetsbare vriend of vriendin om mantelzorg te verlenen, dan kan dat wel. Ook volgen we het OMT-advies om het aantal mensen op een begrafenis of crematie te beperken. Dat gaat van maximaal 100 naar maximaal 50 personen. Weer om het aantal contactmomenten te beperken. Ook hierover meer informatie op rijksoverheid.nl. En deze maatregel gaat in vanaf aanstaande maandag, dus vanaf 25 januari. Tot slot moeten we in dit stadium ook het maximale doen om te voorkomen dat we nieuwe coronagevallen en nieuwe virusvarianten importeren. Op dit moment moet iedereen die naar ons land reist een negatieve zogeheten PCR-test kunnen overleggen, die maximaal 72 uur oud is. Daar komt nu bij dat we alle reizigers uit alle landen gaan verplichten om vlak voor vertrek naar ons land ook een sneltest te doen, die uiteraard ook negatief moet zijn. Dus een dubbel slot op de deur. We werken daarnaast aan een quarantaineplicht van 10 dagen voor iedereen die vanuit het buitenland naar Nederland komt. En als een test na 5 dagen uitwijst dat je niet besmet bent, dan kan deze termijn daarmee bekort worden. Daar moeten we de wet voor aanpassen en dat kost een paar weken. En daarom in de tussentijd komt er met ingang van aanstaande zaterdag een vliegverbod voor vluchten uit landen die het meeste risico opleveren. Dat zijn voor nu het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en alle landen uit Zuid-Amerika. Dus een vliegverbod vanaf aanstaande zaterdag voor het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en alle landen uit Zuid-Amerika. Ook hier een zeer beperkt aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld voor vrachtvluchten, voor mensen die om medische redenen moeten reizen en zo nodig voor repatriëring van Nederlandse burgers. Maar de uitzondering die er was voor zakenreizigers, die vervalt. En ook een aantal andere uitzonderingen vervalt. Voor journalisten en topsporters blijft die bestaan. Tot zover het wat en het hoe. Nu meer over het waarom door Hugo de Jonge en ook over de weg vooruit. Dank u wel. De gebarentolken wisselen elkaar weer af. Die extra maatregelen die nemen we niet voor niets. We zien nu dat het aantal mensen dat besmettelijk is langzaam maar zeker daalt. Maar tegelijkertijd is die groep veel groter dan we zouden moeten willen. We zien nu dat het aantal nieuwe besmettingen nog daalt, maar nog steeds veel te hoog is. En de druk op de ziekenhuizen en de IC's die blijft aanhoudend hoog. En datzelfde geldt voor het aantal verpleeghuizen met een besmette bewoner in huis. Maar ook die cijfers die dalen wel. En dan zou je zeggen dalende cijfers. Waarom dan toch zo stevig ingrijpen? En dat is omdat we ook zien dat die derde golf op ons afkomt. En dat zit zo. We weten dat er inmiddels een nieuwe, veel besmettelijker virusvariant uit Engeland is opgedoken.
En de besmettingen die klassieke coronavariant veroorzaakt, die nemen af. En die daling die zien we nu in de cijfers. En dat komt omdat van het totaal aantal besmettelijken die klassieke variant het grootste deel uitmaakt. En de R zit voor die variant net onder de 1. Maar van die nieuwe Britse variant zit die R hoger. Die zit al op 1,3. En die variant die krijgt dus steeds sneller, steeds meer voet op Hollandse bodem. Nu is hij goed voor 1 op de 10 besmettingen. En in februari is dat al de helft. En het OMT denkt dat die Britse variant het in maart of april volledig van de klassieke variant heeft overgenomen. En dat is slecht nieuws. Want ook al weten we dat we van de Britse variant niet zieker worden, we weten ook dat er wel veel meer mensen ziek van gaan worden. En de huidige maatregelen zijn vooralsnog niet genoeg om die nieuwe variant er ook onder te krijgen. We hebben het eerder gezien. Niets is zo verraderlijk als exponentiële groei. En zelfs als je denkt, het gaat vast sneller dan ik denk, gaat het toch nog sneller dan je denkt. En we zien aan Engeland en Ierland hoe dramatisch het uit de hand kan lopen. En het is aan ons om te zorgen dat die derde golf zo laag mogelijk blijft. En dat we het moment waarop die komt nog even voor ons uit weten te schuiven. Tijd winnen. Zodat we er klaar voor zijn als die komt. En willen we die derde golf aankunnen, dan moet onze uitgangspositie zo gunstig mogelijk zijn. Minder mensen besmet, minder bedden bezet. Het aantal besmettingen zo laag dat we het maximale effect mogen verwachten van het testen, traceren en isoleren. En als we vandaag voorkomen dat iemand besmet raakt, verhinderen we ook dat diegene morgen weer anderen besmet. En dat die anderen weer nieuwe mensen aansteken. En zo voorkomen we met iedere besmetting die nu niet plaatsvindt, uiteindelijk dus een veelvoud aan besmettingen. En het is ook daarom dat we nu die extra maatregelen nemen. Het OMT denkt op basis van lessen uit andere landen dat een avondklok het reproductiegetal met 8-13% naar beneden kan brengen. En dat zijn een behoorlijk aantal zieken die je dan kunt voorkomen. En hoe groot zou de spijt zijn als we nu afwachten en over een week of 3 achterom kijken en zien dat we kostbare kansen hebben laten liggen. Dat we nog langer in een lockdown moeten blijven terwijl we zo graag willen dat onze kinderen weer gewoon naar school gaan. Terwijl we zo graag weer wat meer bewegingsvrijheid willen. En we weten, deze boodschap is somber. Maar het perspectief is dat niet. Want de weg uit deze crisis is vaccinatie. Pas als we voldoende mensen gevaccineerd hebben, pas dan zijn we echt beschermd. Maar eerder al, als de meest kwetsbare mensen beschermd zijn, is er ruimte om weer meer mogelijk te maken. En wanneer precies en wat er dan weer mogelijk is, dat is nu nog niet goed te zeggen. En we weten ook dat het nog wel eventjes duurt. En daarom zijn we voorlopig nog afhankelijk van maatregelen en van testen, traceren en isoleren om zo ook weer dingen mogelijk te maken. En dat gaan we ook doen. We gaan nog intensiever testen om besmettingen op te sporen, grootschalig in een aantal gemeenten, gericht op nog meer doelgroepen, ook bij nog meer mensen zonder klachten. Meer mensen worden aan het bron- en contactonderzoek toegevoegd. Met intensiever testen gaan we ook de komende tijd onderzoeken of we toch weer al een beetje het leven kunnen gaan leven. Bijvoorbeeld door met intensiever testen meer fysiek onderwijs mogelijk te maken en veilig werken te stimuleren. En met de zogeheten field labs gaan we vanaf half februari uitzoeken of en hoe een bezoek naar het theater of een voetbalstadion weer veilig kan. Maar testen helpt alleen als we ook binnen blijven bij het wachten op de uitslag of als de uitslag positief blijkt. En de meesten doen dat gelukkig ook, maar sommigen niet. En vanwege die Britse variant is dat nog riskanter dan het al was. En omdat we zien dat inkomende reizigers zich vaak niet aan de quarantaine houden, gaan we hen binnenkort registreren en via steekproeven controleren. En houden ze zich niet aan de quarantaine, dan krijgen ze een boete. En voor mensen met een positieve testuitslag, die ondanks het advies om thuis te blijven toch de deur uitgaan, willen we ook een quarantaineplicht op kunnen leggen. Het is nog even volhouden voordat iedereen gevaccineerd is. Maar we willen in een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk mensen vaccineren. Te beginnen met de meest kwetsbaren en de mensen die voor hen zorgen. Want als zij beschermd zijn, worden er minder mensen ziek, overlijden er minder mensen, wordt de druk op de zorg lager en zijn er voor de rest van de samenleving minder maatregelen nodig. En de snelheid waarmee de vaccins geleverd worden, die bepaalt de vaart waarmee we kunnen vaccineren. Alle vaccins die we nu hebben, die zitten of in een bovenarm of staan ingepland om ingeprikt te worden.
De derde golf die onderstreept waarom we alles op alles zetten om zo snel mogelijk te gaan. En daarin maken we een aantal extra keuzes. De eerste is dat we de tweede prik van het vaccin BioNTech Pfizer in de zesde week in plaats van in de derde week willen zetten. En de tweede is dat we om die reden minder voorraad hoeven aan te houden voor die tweede prik. En het derde is dat we hebben geleerd om de verspilling verder omlaag te brengen en die willen we dus tot een minimum beperken. Nou, het plannen van die tweede prik en het minder voorraad aanhouden, dat betekent een iets groter risico dat we gemaakte afspraken moeten uitstellen, als een levering tegenvalt bijvoorbeeld. Maar door deze keuzes nu te maken, kunnen we sneller meer mensen een eerste prik geven. En dat is van belang om meer mensen zo snel mogelijk te beschermen. We hebben nu al meer dan 100.000 mensen gevaccineerd en steeds meer mensen blijken ook bereid om zich te laten prikken. Op 6 januari is de vaccinatie begonnen van de eerste verpleeghuismedewerkers en van het ziekenhuispersoneel dat op IC's en op de corona-afdelingen werkt. En afgelopen maandag begon het vaccineren van de bewoners van de verpleeghuizen en de instellingen voor gehandicaptenzorg. Morgen beginnen de huisartsen. En aanstaande maandag gaan zij de kwetsbare ouderen en de gehandicapten die wonen in de kleinschalige woonvormen inenten. En volgende week worden de zelfstandig wonende 90-plussers uitgenodigd die zelf of eventueel met begeleiding naar de GGD'en kunnen komen. En dan de week daarna, in de eerste week van februari, zijn dan de mensen ouder dan 85 bij de GGD'en aan de beurt. Ook die groep komt dus eerder dan gepland. Aan het begin van de lente hebben we de meest kwetsbare mensen in de instellingen en de medewerkers die voor hen zorgen allemaal de kans gegeven om zich te laten inenten. En bijna alle 85-plussers kunnen dan beschermd zijn. En als we al die mensen beschermd hebben, dan zou dat natuurlijk een fantastisch begin van de lente zijn. Maar tot het zover is, moeten we deze donkere weken door. Weken met nog minder uit en nog meer thuis. En zeker voor jongeren die erop uit willen en voor mensen die al alleen zijn, is dat natuurlijk gewoon een zware dobber. Laten we die rustige avonden gebruiken om elkaar de hand toe te blijven steken. Een belletje, een kaartje, een klein gebaar, het helpt allemaal om de stilte te doorbreken. En vraag je je af hoe je een ander kunt helpen, kijk dan op de website eenkleingebaar.nu. Want iets dat voor jou misschien nauwelijks moeite kost, kan voor een ander een wereld van verschil betekenen. Wie mag ik als eerste het woord geven? NOS. Meneer Rutte, ja, dit is geen gemakkelijke boodschap. En er is ook veel bezwaar tegen zo'n avondklok met name. Ook in de Tweede Kamer, ook in de samenleving. Met welk argument denkt u hen te kunnen overtuigen? De volksgezondheid. De crisis waar we in zitten. En die op dit moment ons eigenlijk op het punt brengt dat we in de lockdown zitten, die natuurlijk al heel hevig is. Waarbij we door nu deze extra maatregelen te nemen en ervoor kunnen zorgen dat we beter voorbereid zijn op die Engelse variant, die een veel hoger risico met zich meebrengt van besmetting. En daarmee ook een veel hoger risico met zich meebrengt van ziekenhuisopname en intensive care opname, dus de druk op de zorg. En tegelijkertijd door dit nu te doen, door nu wij in die lockdown zitten, een aantal extra maatregelen te nemen, dat je ook weer wat eerder perspectief kunt geven om weer eens heel voorzichtig iets te kunnen als de cijfers dat mogelijk maken. Het is die combinatie waarom we dit doen. En laten we echt ons realiseren, de Engelse variant is letterlijk levensgevaarlijk. Weet u zeker, want het is een zware maatregel, weet u zeker dat het ook gaat helpen om inderdaad het aantal besmettingen fors terug te dringen? Weegt het op tegen de zwaarte? Ja, en wat ik in ieder geval zeker weet is dat wij met z'n allen dit moeten doen. Dat altijd het risico is bij maatregelen dat er een kleine groep mensen is die gaat kijken, ja, geldt dat nou wel voor mij en hoe zou ik eventueel daar niet aan hoeven te houden. En mijn oproep aan Nederland is, laten we wat het overgrote deel van Nederland ook doet, 60%, 70%, 80% van Nederland houdt zich aan de maatregelen, laten we dat met z'n allen doen. En die avondklok draagt dan bij, dat laat ook het outbreak management team zien. Het risico is natuurlijk altijd dat je elke maatregel apart gaat zitten bekijken. Maar in alle Europese landen waar zo'n avondklok is, daar zie je de positieve resultaten. Daar hebben ze allemaal goed naar gekeken. Maar het is altijd de optelsom. Het is altijd de optelsom van alles wat je doet. U heeft gezegd bij de val van het kabinet, als het gaat om de bestrijding van de pandemie, dan treden wij missionair op. Waarom gaat u dan nu met de pet in de hand naar de Tweede Kamer om deze o zo noodzakelijke maatregel, zoals u zelf zegt, te kunnen afvaardigen? Dat zouden we ook doen als het kabinet niet was afgetreden afgelopen vrijdag. Omdat zo'n hevige maatregel, vinden wij,
altijd in nauw overleg met het parlement moet worden genomen. Dus dat heeft op zich niks te maken met afgelopen vrijdag. Het is een voornemen van het kabinet. Vert Gappenhuis en ik hebben mandaat gekregen van de ministerraad, als het parlement ja zegt, om dan ook de juridische stappen te zetten die nodig zijn om hem een paar dagen na het Kamerdebat te laten ingaan. En wanneer zou dat dan zijn? Want het lijkt erop dat het Kamerdebat morgen zal zijn. Dan is het zaterdag of zondag. Zou het Kamerdebat vandaag zijn, dan hadden we vrijdagavond kunnen halen. We zijn even aan het uitzoeken of je met een Kamerdebat morgen de zaterdagavond kunt halen. Of dat het zondagavond wordt, maar dat hoop ik morgen te weten. Nu is het ook erg ingewikkeld, omdat een hoop mensen nu al zeggen van ja, maar ik heb een uitzondering. Ik mag wel op straat. Hoe lastig is dat straks bij de handhaving? En is het dan de bedoeling om streng te handhaven? Of zegt u van nou, we moeten dat een beetje voorzichtig opbouwen? Nee, de bedoeling is echt om ook direct bij de start van de avondklok, om ervoor te zorgen dat ook direct wordt gehandhaafd. Daar is ook goed contact over met de politie. Er is ook €95 boete als je op straat bent, terwijl je niet op straat mag. En zou iemand rommelen met de formulieren, dan moet ik echt op wijzen dat dat fraude is. En dat is een misdrijf. En dat is natuurlijk een veel ernstiger vergrijp nog. Direct hard optreden dus? Nou, hard optreden. Ervoor zorgen dat we met elkaar dit doen. En daar hoort ook bij dat de politie en anderen die daarvoor aangewezen zijn, daar ook aan bijdragen en helpen. Maar dat is niet hard optreden. Dat is ervoor zorgen dat je met elkaar stimuleert. Ook met de sterke arm der wet. Om met z'n allen dit te doen. Omdat we te maken hebben met een ernstige bedreiging van onze volksgezondheid. Maar ook met een kans nu, door een paar dingen extra te doen, iets eerder weer wat perspectief te hebben. Ja, er is natuurlijk een keerzijde. Een hoop mensen hebben het nu al moeilijk vanwege de lockdown. Absoluut. Ook psychisch. Ja. Zo'n avondklok kan met name gevoelens van eenzaamheid natuurlijk sterk versterken. Hoe gaat u daarmee om en wat is dan uw oproep? Er voor elkaar te zijn. Dus te realiseren dat er mensen zijn die het heel zwaar hebben. En ik denk dat langzamerhand heel Nederland het heel zwaar heeft. Maar binnen dat hele Nederland wat het heel zwaar heeft, zijn er natuurlijk mensen die het extra zwaar hebben. Studenten die de studietijd anders zien verlopen dan ze dachten. Ouders met kleine kinderen die denken, ja, wanneer gaan ze eindelijk weer eens een keer naar die school toe? Mensen die echt eenzaam zijn of mensen ook met psychische problemen die daar extra gevoelig voor zijn. Dus er zijn heel veel groepen mensen die binnen een Nederland, wat langzamerhand helemaal klaar is met dat virus en met de maatregelen, het nog eens een keer extra, daarbinnen nog eens een keer extra moeilijk hebben. En dan moeten we er voor elkaar zijn. Kijk, wil je het virus bestrijden, dan zou je moeten zeggen, iedereen blijft thuis, punt. Je ontvangt niemand meer, je komt de deur niet meer uit, je gaat niet meer naar kantoor. Dat is de meest effectieve bestrijding van het virus. Maar dat is wel heel dodelijk voor, nou niet letterlijk, maar voor je geestelijke gezondheid. Het betekent dat mensen het extra zwaar krijgen. Dus waar wij voor kiezen is binnen de lockdown die al zo hevig is op dit moment, daarbovenop deze maatregelen, die zijn heftig, echt noodzakelijk. Het OMT is daar volstrekt helder over. Die maken zich ook grote, grote zorgen over dat Engelse virus. Maar die zien ook dat als je dit doet, dat je ook weer net even wat eerder perspectief kunt bieden. RTL, aansluitend SBS en daarna ANP. Meneer Rutte, u heeft dit besluit eigenlijk pas vanochtend genomen in het kabinet. Was het besluit unaniem? Ja, zeker. Dit was unaniem. Ja. Dus niet gestemd. Nee. Bij D66 waren er nog wel wat aarzelingen. Heeft u dan ook de D66-fractie achter dit besluit gekregen? Nou, laat ik er heel open over zijn. Er is de afgelopen dagen natuurlijk contact met alle fracties, bijna alle fracties in en buiten coalitie. Ik kan hier niet precies die stand melden wat ik denk dat daar gebeurt. Ik verwacht ook dat fracties daar ook intern nog over zullen praten. Er is vanmiddag volgens mij ook nog een briefing voorzien door Jaap van Dissel van het RIVM. Die ook zal laten zien wat de inzichten zijn en de cijfers. Dus ik vermoed ook dat fracties er nog over vergaderen. En mijn oproep aan al die fracties is om te zien, ja, dit is een hele heftige maatregel, maar we zitten op dit moment op een cruciaal moment voor onze veiligheid, voor onze nationale volksgezondheid. En dat is dat we nu al te maken hebben met een heel groot aantal mensen wat besmet is, nog steeds 660, 670 mensen op de intensive care. Als nu dat Engelse virus gaat oplieren, is dat echt verkeerd. En tegelijkertijd, als je nu bereid bent, terwijl je toch al in de lockdown zit, dit extra te doen, je niet alleen dat je beter voorbereidt op een verder toenemend Engels virus, maar ook daardoor weer iets meer perspectief kunt bieden. En daar wil ik er iets bij zeggen, ook daar hebben we het vandaag over gehad, dat als er weer wat kan, absoluut het onderwijs prioriteit heeft. En dan binnen het onderwijs het basisonderwijs. Maar natuurlijk daarna, wij komen ook binnenkort met een plan. Hoe ziet dan die afschaling eruit? We willen natuurlijk ook kijken hoe je andere sectoren weer wat ruimte kunt geven.
Ja, want u bent dus niet bang dat u hier een enorm risico loopt door nu zo'n verstrekkende maatregel als de avondklok aan te kondigen en dat die dan morgen wordt weggestemd in het parlement. U voelt zich zeker over die meerderheid? Ik weet nooit zeker of ik een meerderheid heb, maar ik heb niet de luxe als minister-president en Hugo de Jonge als hoofd van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en verantwoordelijk voor de nationale volksgezondheid. We hebben niet de luxe om dingen 100% zeker te weten. Het enige wat wij kunnen doen is tegen Nederland en ook tegen de Tweede Kamer te zeggen, dit zijn de feiten, dit zijn de adviezen die we hebben. En naar onze absolute overtuiging is er, hoe zwaar deze maatregel ook is, geen alternatief, nog vanwege het Engelse virus, nog vanwege het feit dat we in een lockdown zitten, die anders nog weer eindeloos blijft duren. En op deze manier kun je ook weer wat eerder perspectief bieden. Ja, meneer de Jonge, de experts, het OMT, hebben eigenlijk altijd gezegd, we kunnen niet het effect van losse maatregelen berekenen. Nu hoor ik u zeggen, de avondklok, dat schaaft zo 8-13% van het R-getal af. Dus dat scheelt 8-13% in het aantal besmettingen. Hoe weet u dat dan? Ik kijk naar het OMT-advies en het OMT-advies zegt op basis van een viertal reviews, buitenlandse ervaringen eigenlijk, lessen die daar zijn geleerd, zou je kunnen zeggen, zou je mogen verwachten dat een stay-at-home order, zoals het in internationale onderzoek heet, dat kan leiden tot een aanvullende reductie van 8-13%. In die voorzichtigheid moet je het ook zeggen, want je weet het namelijk nooit zeker. En maatregelen zijn niet los verkrijgbaar in hun effect. Niet omdat er ook nog andere maatregelen worden genomen, dus het is altijd maar één maatregel uit de totale bundel. Maar ook omdat de compliance, het gedrag van mensen, verandert in de tijd, ook culturele verschillen kent. Dus het laat zich allemaal niet zo makkelijk vergelijken. En dat is ook, dat maakt besluitvorming wellicht moeilijker. Want je kunt niet zeggen, nou ja, als je deze maatregel uit de kast trekt, is dat het exacte effect op de R? Zo werkt het niet. Het is geen wiskunde in dat opzicht. En tegelijkertijd is het toch ook weer wel wiskunde. We weten namelijk wel dat als we het niet doen, en we hebben te maken met een R op die grote groep aan besmettelijke, van net onder de 1 en op een kleiner groepje binnen dat aantal besmettelijken van 1,3. Dan weet je gewoon automatisch dat die kleinere groep steeds groter gaat worden. Het merendeel gaat worden eigenlijk al vanaf half februari van het totale aantal besmettingen. En omdat we zien eigenlijk met de huidige maatregelen, met de huidige compliance ook, is dat Britse virus eigenlijk dus kennelijk niet, daar is dat Britse virus kennelijk niet van onder de indruk, zullen we dus meer moeten doen om die besmetting af te remmen. En als we dat niet doen, ja, dan kijken we gewoon tegen een derde golf aan, die zeker weten komt. Dus wat ons te doen staat, is het aantal besmettingen verlagen en die derde golf vertragen, zo lang als mogelijk voor ons uitduwen. En daarom nemen we deze maatregel. En als dat lukt, dan zullen we natuurlijk nooit weten of dit exact de maatregel was die dat voor elkaar heeft gekregen. Dat is het ingewikkelde altijd achteraf. Achteraf kun je wel zeggen, het was too little too late, maar achteraf kun je nooit zeggen, je hebt toen iets te veel gedaan, want we hadden het misschien ook wel zonder gered. Dat kun je achteraf nooit zeggen. Maar hoe dan ook is het een goed idee, want als we het aantal besmettingen weten te verlagen, hebben we ook weer eerder meer ruimte om toch ook weer de dingen te doen waar we zoveel zin in hebben. Dus het is een maatregel waarvan we het precieze effect misschien niet weten, maar die we nemen om het zekere voor het onzekere te nemen. We nemen die zeker uit voorzorg, maar op basis van alles wat er vanuit het buitenland wordt gerapporteerd, weten we wel degelijk dat stay-at-home orders, dat die effect hebben. En dus ook zo'n avondklok, je mag daar echt effect van verwachten. En welk effect dan? Nou, het OMT zegt daarvan 8-13% op basis van datgene wat wordt gerapporteerd aan het buitenland. Een specifieke vraag nog over de uitzonderingen. Bezorgdiensten, gaan die ook onder de uitzonderingen vallen? Van de avondklok, nee. Dat betekent dus ook dat het afhalen van maaltijden, dat kan alleen nog tot 7:45. En het bezorgen ook? Ga ik voor u uitzoeken. Even kijken hoor. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Hij staat hier niet op mijn lijstje uitzonderingen, dus ik denk het niet. Maar dat gaan we nog even uitzoeken. SBS. Even voor de duidelijkheid, wanneer gaat de avondklok in? Hangt van het Kamerdebat af wanneer dat is. Dat is nu voorzien, begrijp ik, vanmorgen. En daarna duurt het een paar dagen, omdat er dan een heel aantal formele juridische stappen moeten worden gezet door Vert Grappenhaus en mij. Zou het debat vandaag geweest zijn, dan ging de avondklok in vrijdagavond. Nu de Kamer heeft besloten het debat morgen te doen, wordt het zaterdag of zondag. En ik hoop morgen te weten of zaterdag haalbaar is. Juist. Tegelijkertijd is op rijksoverheid.nl te lezen dat het vrijdagavond ingaat. Uitgaande van een debat vandaag, maar dat is, zoals u weet, een half uur geleden verschoven naar morgen. Dat staat er niet, dus dan hoop je maar dat iedereen dat goed begrijpt. Maar sowieso gaat de avondklok alleen er komen als wij ook in de Kamer daar consent over hebben. Ook dat staat niet op Rijksoverheid. Dan gaan we dat allemaal toevoegen. Ja, het is toch een boodschap aan alles en iedereen. Dus dan weten we eigenlijk morgen na het debat
wanneer die echt in zou gaan. Dat is de democratie. Dit is een grote maatregel, daar willen wij echt ook de Tweede Kamer mee. Ja, nou, voorheen gingen maatregelen gewoon in. Ik heb net uitgelegd en dat wij altijd het voornemen hadden bij deze grote maatregel. Kamerinstemming later. Oké, dat is een nieuwe manier. En hoe hoog wordt de boete als je toch wel je dus niet aan die regels houdt? €95, zei ik net. Ah, juist. Oké. En krijg je dan eerst een waarschuwing? Nee. Oké, het is gewoon meteen op de bon geslingerd worden. Oké, meneer De Jonge. U zei over positief geteste mensen om die quarantaineplicht op te gaan leggen. Hoe gaat dat eruit zien? Nou, u weet dat we heel veel doen om quarantaine te ondersteunen. En dat is nodig, want voor heel veel mensen is het prima te doen. Voor sommige mensen vinden het moeilijk om zich eraan te houden aan die quarantaineplicht. Of weten dan niet wie de hond moet uitlaten of wie de boodschappen moet doen. En dus bieden we heel veel ondersteuning. Maar we willen ook als stok achter de deur die quarantaineplicht invoeren. En dat betekent dat we sowieso voor reizigers de wet op dat punt willen veranderen. Dat betekent je registreren als je gaat reizen en zodra je in Nederland aankomt. Is die registratie wordt dus gebruikt om een steekproefsgewijze controle te doen. Als je dan niet bent op het adres waar je hoort te zijn, omdat je in quarantaine moet, wordt dat thuis geconstateerd en kan een boete worden gegeven. En datzelfde willen we ook doen voor mensen die een positieve testuitslag hebben gehad. Daarvan is het allerbelangrijkste dat je ook daadwerkelijk in quarantaine gaat. Nou, en daar hebben we twee mogelijkheden om dat te doen. De ene is dat als je een positieve testuitslag hebt gehad, dat die registratie aanleiding is om een steekproefsgewijze controle te doen. En als je dan niet thuis bent, dan krijg je een boete. De andere is dat die registratie aanleiding is om een steekproefsgewijze controle te doen. En als je dan niet thuis bent, wordt er door je burgemeester een beschikking opgelegd die dan vervolgens wordt gecheckt. En waarom hebben we nou nog die twee varianten die we nog moeten uitwerken? Omdat het mogelijk zou kunnen zijn dat bij de ene variant, waarin dus een positieve testuitslag automatisch een quarantaineplicht betekent, dat een negatief effect zou kunnen hebben op de testbereidheid. En dat moet je wel zeker weten. Die andere heeft weer als ingewikkeldheid dat je twee keer langs moet om te controleren. En dat is weer ingewikkelder in de handhaving. Dus we zijn nog in de uitwerking bezig. Maar één van die twee gaat het worden. Maar dat komt dus ook, als het er komt, ook op het bordje van de politie te liggen? Nou, dat kan ook anders met andere gemeentelijke handhavers. Maar inderdaad, ja, dat zal wel gehandhaafd moeten worden. Hoeft dus niet via de politie. Nee. Okay. Okay. Belangrijk, hè? De vraag over het bezorgen, heb ik even nagekeken inmiddels. Dat kan doorgaan. Dat valt onder werk, dus dat kan doorgaan na 8:30. Enorme opluchting, zie ik. Ja, ja. Ook bij mijn persoonlijke ogen. ANP, aansluitend BNR en dan AD. En iedereen krijgt de beurt. Nog heel even over wat u dan net zei over de bezorging. Dat betekent dus inderdaad dat alle horeca die afhaalmaaltijden maken, dat die dus ook allemaal uitgezonderd zijn. Ja, dus werk, dan moet je dus ook een verklaring van je werkgever hebben dat het echt noodzakelijk is, dat je op dat soort tijdstippen werkt. Nou, in de horeca is dat zo. Wat betreft afhaal, dat stopt 7:45, net zoals de detailhandel ook 7:45 dicht moet. Maar bezorgen blijft dus mogelijk. Ja. Over werken dan even. De afgelopen weken heeft u ook elke keer gehamerd op het belang van thuiswerken. Daar op de werkvloer vinden nog steeds veel besmettingen plaats. Gaat u nog meer doen om dat te bevorderen, behalve dan de zoveelste dringende oproep? Daarover zijn we in gesprek met werkgevers. Ook om ervoor te zorgen dat zij daar nog meer aan doen. Waarbij we ook gezamenlijk werken aan campagnes ondersteunend daaraan, om de aandacht niet te laten verslappen. Indien nodig, dat moet ik echt op wijzen, kan een kantoor ook worden gesloten als sprake is van een cluster van besmettingen. Dus dat is belangrijk. En ook de inspectie SZW staat klaar om, als dat nodig is, wanneer bij noodzakelijk werk dat niet thuis kan worden gedaan, de coronamaatregelen niet worden nageleefd, om in dat soort gevallen in te grijpen. Ja, maar u zegt... Overigens is het op dit moment zo dat het overgrote deel van de mensen dat thuis kan werken ook thuis werkt. Volgens onderzoeken loopt dat op tot 80%. Ja, maar u zegt als er een cluster is, dan kan er worden ingegrepen, maar dat lijkt me te laat dan. Ik bedoel, zeker, en kunnen daarom mensen bijvoorbeeld ook zelf melding maken? Zeker. Mijn baas dwingt me naar mijn werk te komen. Absoluut. En dat kunnen ze doen bij... Inspectie SZW of bij de meldpunten of bij de vakbeweging, maar dat kunnen ze doen. En er wordt dan opvolging aangegeven. En u roept mensen maar dus ook op dat te doen. Ik wil wel even zeggen, positief, het overgrote deel van de mensen, anders wordt het zo geproblematiseerd. Ja, ik vind dat we nog meer thuis zouden moeten werken. Maar het overgrote deel van de mensen doet dat. Dat loopt echt op tot 80%. Nog even voor meneer De Jonge. U zegt dat de tweede prik van Pfizer, die gaat niet na 3 weken worden gezet, maar na 6 weken. Is dat even veilig en even effectief dan nog als na 3 weken? In de 6e week heb ik gezegd, omdat ik wel wil blijven binnen de contouren die ook worden aangereikt door de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad
zegt, kijk, het beste is in de derde week. Maar de mogelijkheid die ook bij de EMA-toelating en ook door de fabrikant zelf wordt geboden, is tot en met de zesde week. Dus wat wij nu willen doen is in de zesde week prikken. En omdat we dat doen, spelen we meer voorraad risicovrij, zou je kunnen zeggen. Wat we nu doen is 100% reserveren van de tweede prik. Dus zodra de eerste prik is gezet, moet ook voor de tweede prik moet het spul in de koelkast liggen. Dat is wel heel Rotterdams. Moet het spul in de koelkast liggen. En wat we dus nu gaan doen is die tweede prik wat later zetten. Daarmee kunnen we dus meer risico nemen op het voorraadbeheer. Want ergens onderweg tussen die eerste en die tweede prik mag je toch aannemen dat de leveringen weer op gang komen. Ook als er eentje weg komt te vallen. Daarom gaan we het voorraadbeheer naar 50% doen. En dat gaan we een aantal weken aankijken of het misschien nog een tandje scherper kan. Wat we willen namelijk is meer vaccins vrijspelen om die eerste prik alvast te zetten. Omdat daar natuurlijk ook alvast de bescherming ook van uitgaat. En mensen hoeven niet bang te zijn dat ze minder beschermd zullen worden door deze maatregel. Nee. Oké, BNR en dan aansluitend AD en daarop volgend Telegraaf. Ja, meneer Rutte, hoorde ik u nou goed zeggen dat het overtreden van de avondklok een misdrijf is? Nee. Oh. Nee, maar het is een misdrijf als je de formulieren vervalst. Dus als je vals en geschriften pleegt. Maar als je op straat bent zonder zo'n formulier, zonder argument, dan is dat een zaak die is een bekeuring van €95. Dat is een overtreding dan, dus geen strafblad? Nee. Oké, helder. Het uitlaten van de hond ontbreekt op de lijst met uitzonderingen. Waarom? Ik heb het net genoemd. Het uitlaten van de hond is een uitzondering. Oh wel? Aangeleind. Oh, aangeleind. En niet steeds dezelfde hond, want dan slaapt hij niet. Dus, Maar dan krijg je het begrip leenhond, hebben we de afgelopen dagen voorbij horen komen. En dat is precies mijn oproep. Willen wij met z'n allen dat virus bestrijden, dan kun je natuurlijk altijd denken, oh, die Rutte en de Jonge hebben iets bedacht met het kabinet. Hoe kunnen we daar nou handig mee omgaan? En misschien dat een paar procent van Nederland daar dat ook leuk vindt. Het overgrote deel van Nederland overigens doet dat niet. Die probeert zich echt ook te houden aan die maatregelen om met z'n allen dat virus te bestrijden. Dus ook hier geldt, als je die hond dan in de hele familie gaat zitten doorgeven, zodat iedereen tot diep in de nacht naar buiten kan. Ja, dan weet je, dat kan ik ook niet voorkomen. Maar dat is natuurlijk ongelooflijk stom. Dus dat moet je niet doen. Nee. Er is op sociale media wat hilariteit ontstaan over de uitzondering voor talkshows. Want die wordt genoemd in het OMT-advies. Waarom is dat? Voor de heer Gommers, zodat hij naar de programma's gaat. Ja, nee, maar gaat u zelf bijvoorbeeld nog wel bij talkshows zitten? Ja, ik ben het hele vorig jaar één keer geweest in de zomer bij Op1. Meneer De Jonge, u tijdens de avondklok? Heer Rutte voert nog geen campagne overigens. Nee, u ook niet geloof ik. Maar gaat u wel aan tafel zitten? Ik hoef dat niet meer te doen. Nee, serieus vraag. Gaat u tijdens de avondklok wel aan tafel zitten bij zoiets? Nou, dat is een goede vraag. Er zijn ook andere mogelijkheden om de boodschap over te brengen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het voor mij niet passend is om dat te doen bij een avondklok. Nee. Maar kunt u uitleggen, meneer Rutte, waarom zij dan zo wat gek je wil, heel Nederland moet binnen blijven en zij dan niet? Nou, weet je wat natuurlijk heel belangrijk is voor Nederland? We maken een grapje over, maar Nieuwsuur, Op1, Jinek, Hart van Nederland, al die programma's zijn ontzettend belangrijk als... En natuurlijk de journaals en RTL Nieuws. Nou, als ik dat vergeet nu, één vandaag. Dan heb ik ruzie met iemand. Dat is niet handig als de campagne eraan komt, inderdaad. Dus. Maar het is ontzettend belangrijk voor informatieoverdracht. Mensen zijn, dat merk je gewoon. Je ziet ook oplaags van kranten stijgen, kijkcijfers stijgen. Mensen zijn natuurlijk heel erg bezig ook met wat gebeurt er allemaal. En wat zijn de maatregelen, wat zijn de discussies erover. Dat is ontzettend waardevol. En ik maak een grapje over Diederik Gommers, maar... De aanwezigheid van deskundigen in die programma's is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Dus dat willen we mogelijk blijven maken. Wij hebben zelf als kabinet gezegd, wij zullen daar heel terughoudend in zijn in die fase dat die avondklok er is. Je kunt ook inbellen, je kunt je 's middags laten filmen even als je willen hebben. Je hoeft niet per se aan tafel te zitten. Maar als het moet, en dat zou een keer voor Hugo de Jonge kunnen zijn, omdat hij natuurlijk ook minister is op dit terrein, dat ze zeggen, we willen echt eens even wat langer met je doorpraten. Ja, dan vind ik ook dat verstandig is. En in de avond vergaderen, dat blijft u wel doen? Ja, ik wat mij betreft zo min mogelijk. De Tweede Kamer, als ik vergader 's avonds nu, is dat om twee redenen. Dan is dat ofwel omdat de Kamervergaderingen de avond doorlopen. Dus ik denk dat de Kamer ook zal gaan kijken, hoe gaan we hiermee om? Dat is mijn overtuiging. Het tweede is, als er een Europese Raad is, via zo'n videoschakeling... Die heb ik morgenavond weer. Zou in een avondklok zo'n Europese vergadering zijn, dan moet ik daar zijn, want je kunt je niet laten vervangen. En dat kan ook niet van huis uit, dat moeten veilige verbindingen zijn. Dus in zo'n geval zou ik een uitzondering moeten maken vanwege mijn werk, om 's avonds me niet aan de avondklok te houden. Maar dan val ik onder zo'n uitzondering, maar alleen in uitzonderlijke situaties. AD. Als nou in februari of maart inderdaad dat virus, die Britse variant, zo de overhand krijgt, wat betekent dat voor de landelijke verkiezingen? Ja, voor de landelijke verkiezingen geldt dat we zoveel maatregelen nemen om die veilig te laten plaatsvinden. Er ligt een wetsvoorstel in de Eerste Kamer om die over meerdere dagen te spreiden. Deels ook over de poststemmen. Dat alles op dit moment erop is gericht dat die gewoon kunnen doorgaan.
Ook als dat die besmettelijkheid leidt tot hoge cijfers op de IC's bijvoorbeeld. Het heeft geen zin in die als dans nu te gaan redeneren, omdat we juist alle maatregelen nemen om ze te laten doorgaan. Maar ik kan niet nu... Ja, we kunnen samen nu een scenario bedenken wat zo dramatisch is. De OMT heeft gesuggereerd dat er een derde golf zou kunnen ontstaan op de IC's in maart, april. Dus dat betekent, dat is geen scenario, dat zeggen zij, dat er ook een situatie kan ontstaan dat landelijke verkiezingen misschien niet zo handig zijn. Dat is ook een reden natuurlijk om deze maatregelen nu te nemen. Ja. Om zoveel mogelijk die golf weg te duwen. Maar nogmaals, we nemen alle maatregelen en... U en ik zijn, althans u bent zo creatief en ik ook wel enigszins, om een scenario te bedenken waarin je zegt, dan kan het echt niet meer. Mm-hmm. Maar dan moet het wel heel extreem zijn. Meneer de Jonge, even over dat sneltesten voordat je op zo'n vlucht gaat. Dat moet dus ergens anders in Europa gebeuren. Dat integreert mij. Want andere landen zullen het vast niet zo goed op orde hebben als wij. Hoe gaat dat nou eigenlijk geregeld worden? Zijn er overal wel genoeg sneltesten in landen om dat te kunnen doen? Nou, wat we hebben gezien vorige week is toen dat inging voor Zuid-Afrika, heeft KLM gewoon de eerstkomende vluchten moeten schrappen op Zuid-Afrika, omdat ze dat inderdaad niet geregeld kregen. Overigens helpen we daar dan ook weer bij om dat wel geregeld te krijgen. Maar het is waar, het is een terecht punt. Dat zal niet vanuit de hele wereld zal dat zo zijn. En deze maatregel, dus dat dubbel slot op de deur, dat gaat in voor de hele wereld. We hebben gezegd overal waar een hoog risico is met reizen, en dat is eigenlijk in de hele wereld, zullen we dat dubbel slot moeten doen. Dat is één ding. Wat we daarnaast natuurlijk zeggen is die quarantaineplicht. En tot de tijd dat die quarantaineplicht geregeld is, en dat kan echt wel eventjes een week of vier, een maand duren, willen we een vliegverbod uit de buiten-Europese hoogrisicogebieden. En dat is VK, Zuid-Afrika en heel Latijns-Amerika. Kortom, daar hebben we bewust voor gekozen om een dubbel slot op de deur te zetten. En zeker tot het moment dat we die quarantaineplicht hebben, gelden er dus ook nog eens een keer aanvullende reisbeperkingen. En dat is en een invulling van het OMT-advies en een invulling van de motie van GroenLinks en D66 die vorige week in de Kamer is ingediend. Maar het kan dus zijn dat als zo'n sneltest daar niet is, of niet dan beschikbaar is, dan kan je dus niet vliegen. Ja, klopt. Straks meer. Ja, klopt. Oké. Telegraaf. Ja, meneer De Jonge, u heeft ons meegenomen in wat ons mogelijk te wachten staat de komende tijd. Ik hoorde ook een klein beetje perspectief. Toen hadden we het over de lente. Ja. De lente begint niet op 9 februari. Hoe groot acht u de kans dat de lockdown moet worden verlengd? Ja, die is natuurlijk aanwezig. Maar wat we niet doen, is vooruitlopen op de maatregelen die we te nemen hebben. Maar die kans is natuurlijk denkbaar. Je zult zonder twijfel in ieder geval nog maatregelen moeten nemen. En welke precies, dat gaan we op de tweede gaan we dat bepalen op basis van het OMT-advies dat dan geldt. Wat we nu zien is dat die derde golf eraan komt. Wat we moeten doen is zorgen dat als die komt, dat we hem goed kunnen opvangen. Nou, met de huidige cijfers in de ziekenhuizen en in de verpleeghuizen en de huidige besmettingscijfers kunnen we dat niet. Dus allereerst moeten die besmettingen omlaag. En vervolgens moeten we de verspreiding willen vertragen, zodat die derde golf zo lang mogelijk voor ons uitgeduwd wordt. En dan kunnen we hem ook, tegen die tijd dat die komt, kunnen we hem beter aan en zal die ook lager zijn. Dus dat is de reden voor de aanvullende maatregelen van nu. Op de tweede bekijken we wat er vanaf de 9e gaat gelden. En dat zullen we doen op basis van het OMT-advies, wat dan geldt. En waarom ik de lente noem, is omdat wij heel goed hebben gekeken. We hebben ondersteuning gehad van buitengewoon slimme logistieke mensen, ook uit het bedrijfsleven, om te zorgen dat we daar echt alle mogelijke scenario's doorrekenen. Wat kunnen we nou in de efficiëntie doen, in de verdeling van die vaccins doen, ook modellerend, om te zorgen dat we zo snel mogelijk met zoveel mogelijk groepen die het meest kwetsbaar zijn, kunnen beginnen. Nou, we hebben de mensen in de verpleeghuizen, die zijn natuurlijk afgelopen maandag begonnen. De mensen in de gehandicaptenzorginstellingen afgelopen maandag. Aanstaande maandag beginnen de mensen in de kleinschalige woonvormen. En we willen dus ook in de loop van volgende week al de eerste 90-plussers thuis, die mobiel zijn en zelf naar die teststraat kunnen komen of zich kunnen laten rijden. En liefst een week later de 85-plussers die thuis wonen. Ja, en als je toch alle 85-plussers en alle mensen in de instellingen hebt gedaan en de mensen die voor hen zorgen, ja, dan heb je de meest kwetsbare mensen echt wel beschermd. En dat is natuurlijk ook een moment waarop je kunt zeggen, nou, dan kan er waarschijnlijk wel weer meer. Nou, in dat perspectief willen we de komende tijd verder uitwerken. Tot de zomer zullen we het gewoon moeten hebben van een combinatie van maatregelen die we stapsgewijs hopen te kunnen gaan loslaten. Nu dus even verzwaren, maar straks weer stapsgewijs loslaten. Van meer testen en traceren, met name ook op het toegangstesten, dingen weer mogelijk maken. En daar gaan we mee experimenteren met de field labs onder andere en met de testen op scholen. En als derde natuurlijk vaccinatie. En naarmate de vaccinatiegraad stijgt, zul je meer bescherming hebben en zijn er dus minder maatregelen nodig
om het leven weer een beetje te kunnen leven. En dat is het perspectief wat we voor ons hebben. Het kabinet zegt ook heel duidelijk, we willen echt prioriteit heeft om te beginnen met het primair onderwijs. Absoluut. Daarna het voortgezet onderwijs. Ja, dan ga ik toch nog even proberen. Wat zou er dan nog wel nodig moeten zijn om op 9 februari bijvoorbeeld de Kapper en de Blokker en de HEMA weer te kunnen openen? Ik wil daar eigenlijk eventjes niet op vooruit lopen. Ik ga eerst even iets zeggen over primair onderwijs. Daarvan hebben we eigenlijk als kabinet gezegd, dat moet sowieso. Tenzij er uit het onderzoek wat in Lansingerland op dit moment wordt gedaan, een enorme contra-indicatie komt. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn, als toch blijkt dat kinderen wel degelijk een belangrijke rol spelen in die verspreiding. Want we weten dat kinderen het huis wel kunnen krijgen, maar ze worden er zelf minder ziek van en spelen ook eigenlijk bijna geen rol in de verspreiding ervan. Nou, als dat helemaal anders blijkt te zijn met die Britse variant in dat Lansingerland onderzoek, dat zou een aanleiding kunnen zijn om het toch nog te heroverwegen. Maar eigenlijk willen we gewoon daar niet van uitgaan en gewoon zeggen, de basisscholen moeten open op de 8e. Dat is één. Dat is gewoon het belangrijkste, allerbelangrijkste. En wat daarnaast natuurlijk weer enigszins kan op enig moment, ja, dat zullen we bezien op dat moment. Maar in dit geval, dus als u het voorbeeld noemt van de kappers bijvoorbeeld, dat gaan we echt op 2 februari gaan we dat besluiten op basis van het OMT-advies van dan. En ik kan daar nu niet van zeggen, zeker niet met die Britse variant op komst, of dat tegen die tijd verantwoord is. Okay, dan nog een vraag aan meneer Rutte daarover. Ja, dat is eigenlijk heel weinig perspectief nog voor ondernemers. In de vorige persconferentie heeft u aangekondigd dat er extra steun gaat komen voor ondernemers. Gaat er komen. Die is er nog steeds niet. De ondernemers bij sommige ondernemers staat water aan de lippen. En die vragen zich echt af, wanneer komt die extra steun? En wat betekent dat precies? Kunt u daar perspectief op geven? Nou, om te beginnen, er is nu steun. Hè. Alle bestaande steunpakketten lopen door en die ademen mee. Dus er is heel veel steun, maar het is niet genoeg. Want je ziet echt dat ondernemers nu door hun buffers heen raken, ondanks al die steunpakketten. De voorraadsvergoeding tot problemen niet genoeg blijkt te zijn. Grote problemen met het organiseren van evenementen. Hoe geef je daar garanties? Nou, hele hoop vraagstukken. We hebben gisteren bij elkaar weer gezeten met de meest betrokken ministers in het kabinet en staatssecretaris in wat dan heet de Vijfhoek. We zijn een heel eind. Ik hoop nu, ik beloof het niet, maar ik hoop en verwacht ook een klein beetje dat we of donderdag of vrijdag daar een besluit over gaan nemen. En dat is dus aanvullend op de bestaande pakketten. Dat niet Nederland denkt, er is nu niks. Er zijn zeer uitvoerige steunpakketten, maar er moet echt fors meer. Dat vinden we ook allemaal. En ik denk dat we daar donderdag of vrijdag een besluit over nemen en dat ook snel naar buiten brengen. Tot slot nog één laatste vraag. Keer op keer hebben we u al heel lang, hebben we u op dinsdagavond vaak gezien, om 7:00 s'avonds met persconferenties om Nederland te informeren. Vandaag midden op de werkdag, mensen zijn aan het werk, moeten als docent optreden. Waarom midden op de dag? Ja, het is niet gelukkig, maar dat is omdat wij op deze hele specifieke maatregel, niet omdat we afgetreden zijn, maar omdat die maatregel zelf zo stevig is, de avondklok, hebben gezegd steeds tegen elkaar, als je hem doet, moet je dat samen met de Tweede Kamer doen. Dus zodra we besluit hebben genomen, hebben we het ook meteen naar buiten willen brengen, zodat de Tweede Kamer een hoorzitting desgewenst kon organiseren. Bij mijn weten vindt die plaats vanmiddag. Fracties zich erover kunnen beraden en er heel snel een Kamerdebat kan zijn, omdat je dan een paar dagen na zo'n Kamerdebat ook de avondklok kunt laten ingaan. En iedere dag eerder is natuurlijk een dag gewonnen. Nu.nl en daarna NRC. Vraag voor premier Rutte. U kondigt een avondklok aan als de Kamer daarmee instemt. De collega van ANP vroeg er ook al even naar. Ik wil toch nog even kijken naar dat thuiswerken. Hè? Er zijn ook veel mensen die zich afvragen, ja, zo'n avondklok is wel een hele generieke maatregel die eigenlijk iedereen treft. En heel veel mensen houden zich goed aan de regels, werken thuis. Maar er zijn nog steeds mensen die, althans werkgevers, die dat wel vragen van hun werknemers. Ook gewoon mensen die thuis zouden kunnen werken. En u geeft aan van als dat gebeurt, dan kun je daar melding van maken. En dat kan eventueel worden opgetreden. Ik vroeg me af, heeft u in beeld hoe groot dat eigenlijk is? Hoeveel meldingen zijn gemaakt? Allereerst en ten tweede, er bestaat een bevoegdheid om in te grijpen bij bedrijven. En het werk ook stil te leggen, staat ook in de Kamerbrief die u zojuist verzonden heeft. Hoe vaak is dat gebeurd? Dat heb ik niet paraat, dat zou ik voor je moeten uitzoeken. Maar wat ik wel weet, wat ik net zei, is dat het overgrote deel van de mensen die thuis kunnen werken. Ja, het gaat precies om die 20%. Snap hè? Ik, maar de cijfers die u vraagt heb ik hier nu niet paraat. Dus zou ik even moeten uitzoeken en u laten weten. Oké. En zo'n meldpunt dan bijvoorbeeld? Je kunt het melden bij Inspectie Sociale Zaken. Dat weet ik zelf nu niet precies, maar ik neem aan als daar gebeld wordt dat ze dat bijhouden. Dat zal ik ook voor u uitzoeken. Maar natuurlijk, dat wordt allemaal geregistreerd.
Oké. Dan een vraag voor minister De Jonge. U wilt de derde prik, of althans de tweede prik in de derde week, verplaatsen naar over 6 weken. U zult ook wel bekend zijn met het advies van de College voor de Bescherming van Geneesmiddelen. Ja, die heeft gezegd, doe dat eigenlijk niet. Dat is geen goed idee. Er is ook wetenschappelijk niet aangetoond dat de effectiviteit in de zesde week, dat het gegarandeerd is. En wat wij hebben gedaan is advies gevraagd aan de Gezondheidsraad en aan het OMT om te kijken welke ruimte er zit. En ik blijf binnen de contouren van dat advies. Dat advies is ook meegestuurd met de Kamerbrief. Dus ik blijf binnen de contouren van dat advies. Wij laten ons adviseren inderdaad door de Gezondheidsraad. Epidemiologisch natuurlijk ook door het OMT, daar waar het gaat over vaccinatie, door de Gezondheidsraad. Het CBG heeft ook echt een toetsende rol. En het CBG heeft gezegd, hou je in ieder geval aan de voorschriften van de fabrikant. De fabrikant heeft die voorschriften natuurlijk ook ingediend bij de EMA-toelating. Dat is dus getoetst op die voorschriften. En bij die EMA-toelating worden de data bekeken die onderdeel zijn geweest van de klinische trials die vooraf gegaan zijn aan de toelating. En dan gaat het erover welke onderzoeksdata heb je overlegd en kun je dus ook bevestigen in zijn effectiviteit. En daarvan zegt dus de fabrikant, nou tussen de 3 en de 6 weken kan ik het zeggen. Dus die tweede prik biedt op dat moment nog bescherming. Daarna kan ik het gewoon nu niet zeggen. Nou, er wordt in het VK wordt er ervaring nu opgedaan met de 12e week, maar ook als onderdeel van een onderzoek. Dat doen wij niet. Dus wij blijven binnen de contouren van datgene waar ook de EMA zijn goedkeuring aan heeft gegeven. Datgene wat ook het CBG akkoord vindt. Datgene wat ook de Gezondheidsraad en het OMT adviseren. Want het is uiteindelijk een afweging. Het is namelijk een afweging tussen ga ik, doordat ik op deze manier een ander voorraadbeheer kan doen, ga ik op deze manier zorgen dat ik meer vaccins kan zetten in een kortere tijd. In ieder geval die eerste prik, zodat daar een zekere bescherming van uitgaat. Of doe ik minder mensen, namelijk ongeveer de helft daarvan in deze periode, maar dan met een betere bescherming. En dan kun je gewoon rekenkundig nagaan wat daarin het meeste effect heeft. Het is wel zo dat inderdaad de mogelijkheid om ziek te worden na die eerste prik, die is er natuurlijk nog wel. Dus de bescherming is niet zo volledig als die enorme mooie cijfers die BioNTech Pfizer laat zien. Bij 2 prikken namelijk laat hij zien een dikke 90%. Ja, dat zal na 1 prik zal dat niet het geval zijn. Dat zal lager zijn. Hoeveel precies weten we ook niet. Maar uw vraag is eigenlijk, is het wel verantwoord? En het antwoord op die vraag, ja, het is verantwoord. We hebben dat ook niet op eigen houtje zitten bedenken. We laten ons daarin leiden door het gezondheidsraadadvies in samenwerking met het OMT. Dus u vindt niet dat u daarmee een gok neemt? Nee, dat zou ik wel doen als ik buiten die 6 weken zou gaan. Dat zou ik wel doen als ik buiten die mogelijkheid zou gaan die ook door de EMA, door CBG, door de fabrikant zelf wordt aangereikt en door de Gezondheidsraad wordt geadviseerd. Althans, dan zou het een risico voor eigen rekening zijn, zou je moeten zeggen. Maar dat doe ik bewust niet. Ik blijf er net binnen. Dus het is ook niet na 6 weken, het is in de 6e week. Zodat we ons ook nog, laten we zeggen, een naar beneden toe bijgestelde levering kunnen veroorloven met een 50% voorraadsbeheer zonder gelijk die prik te hoeven uitstellen. Dat is ook een belangrijk element. Je zou ook kunnen zeggen, waarom hou je niet gewoon 0 voorraden aan? Helemaal 0. Dat doen sommige landen namelijk. Maar het effect daarvan kan behoorlijk fors zijn. Je kunt namelijk met je tweede prik dan echt over die 6 weken heen gaan schieten. Nou, dat wil je niet, want dan past het niet meer binnen de onderzoeksdata zoals die zijn aangereikt. Maar ook om een andere reden wil je het niet. Nu hebben we nog een relatief overzichtelijk aantal afspraken, enkele honderdduizenden. Daarvan zou je nog kunnen zeggen, als je die moet afzeggen, is dat nog te doen, uitvoeringstechnisch. Maar als het inmiddels meer dan 1 miljoen per week is, wat we echt straks gaan zien in het tweede kwartaal, ja, dan krijg je die afspraken ook gewoon uitvoeringstechnisch niet meer verplaatst. Dus je moet ook niet willen dat je er een rommeltje van maakt in de uitvoering. Dus helemaal 0 voorraden aanhouden zou om inhoudelijke redenen, maar ook om organisatorische redenen echt onverstandig zijn. Ik heb dan nog een vraag. Laatste vraag. Vraag je over het vliegverbod. Hè? Vorige persconferentie is daar ook naar gevraagd. Toen zei je, ja, dat is eigenlijk niet te handhaven. En het moet de mogelijkheid zijn om je familie te kunnen bezoeken, bijvoorbeeld in het VK of in dit geval dan Zuid-Afrika en heel Zuid-Amerika. Wat is er eigenlijk veranderd? Nou ja, de ernst van het virus en de mutaties. Nou ja, daar is wel het denken in geschoven. Er was ook de Kamer heeft er ook zeer op aangedrongen. Dat hebben we ook opnieuw gewogen. Dat was de motie van Jesse Klaver en Rob Jette. Die hebben ook op de hand gewogen, op de tong geproefd en gezegd, ja, hoe zou je het dan wel kunnen doen? En je hebt nu een zeer beperkt aantal uitzonderingen voor zo'n vliegverbod. Echt zeer beperkt. Dus de zakenreizigers die mogen niet meer. Die mochten vroeger nog wel. We hebben nog een paar, onder andere dus voor journalisten en ook voor familiebezoek. Maar alleen nog in geval een familielid echt terminaal is en komt te overlijden.
NRC, aansluitend Nieuwsuur. Meneer Rutte, nog over de avondklok. U zei, hey, Nederland zijn coronamoe. De avondklok is misschien wel de grootste vrijheidsbeperkende maatregel die u in deze crisis heeft moeten nemen. Met een enorme sociale impact. Heeft het kabinet die nog meegewogen? Ja. En is om die reden nog overwogen het om die reden ook niet te doen? Ja, uiteraard, alleen het punt is, dan kom je bijna bij een maatregel als blijf allemaal thuis. Dat is ook een avondklok, maar dan een dag een avondklok. Wat andere landen gedaan hebben. We zitten echt op een ingewikkeld punt nu, een gevaarlijk punt. En dat is dat met een reproductiefactor van boven de 1,3 en een snelle toename van het Britse mutatie, dat Britse virus in het totale virusbestand, wij echt grote risico's lopen voor opnieuw veel mensen met een zwakke gezondheid die ernstig ziek kunnen worden. Maar ook opnieuw een totale overbelasting van de ziekenhuizen. En die zijn op dit moment nog steeds overbelast. Er liggen nog steeds bijna 2500 mensen in het ziekenhuis, waarvan bijna 700 op de intensive care. Van een totaal intensive care bestand onder normale omstandigheden van rond de 1100. Dus, en je hebt er altijd ook nog 350 nodig voor hartaanvallen, mensen met een hartaanval, mensen met een auto-ongeluk. Dus je hebt veel te weinig ruimte nu voor mensen met planbare operaties. Ook dat brengt gezondheidsschade met zich mee. Dus je hebt de keuze niet. Je moet dit nu echt doen. En het OMT, we hebben dat expliciet gevraagd, zegt, jullie moeten dit. Ja, wij moeten niks van het OMT, ze adviseren ons. Maar ze zeggen, als wij het mogen zeggen, dan moeten jullie dit echt doen. Dit is echt onze overtuiging om daarmee in de komende paar weken de zaak verder terug te duwen. Ik denk veel mensen zullen de strijd tegen het virus begrijpen als argument hoor, maar ik vroeg de sociale impact. Hoe heeft u dat meegewogen? Want natuurlijk, iedereen vindt het belangrijk, de strijd tegen het virus, maar dit gaat ook heel ver. En het ja, die wegen heeft mee. Ook andere schade tuurlijk, op, natuurlijk. Maar die wegen we mee, net zoals de economische impact meewegen. Nou, die is dan van de avondklok beperkt, maar de sociale en maatschappelijke impact en eenzaamheid is natuurlijk groot. Maar er zijn niet heel veel andere mogelijkheden die een behoorlijk extra effect geven op het terugdringen van het aantal besmettingen. En daarom doen we het. Ik wil wel één ding bij zeggen. We hebben nu een lockdown tot 9 februari. Je kunt nooit precies verzekeren wat er exact na 9 februari gebeurt. Mocht het onverhoopt nodig zijn bepaalde maatregelen voor te zetten, is het wel onze ambitie dat die avondklok, die zit ons natuurlijk het meest als gaat in de keel, als het enigszins kan, dan niet meeloopt meer. Je kunt het nooit 100% garanderen dat die dan weg is. Maar als je zou moeten prioriteren, zoals bij verruiming, basisonderwijs en het onderwijs als geheel prioriteit heeft, heeft bij het stopzetten van maatregelen, sowieso vervalt alles 9 februari. Maar nogmaals, je weet niet wat er nog nodig is. Maar dan is die avondklok wel de laatste waar je nog mee door wil gaan. Ik kan geen garantie geven dat die nooit doorgaat. Maar dat wil je eigenlijk echt niet. Dus dat is de eerste die je als het enigszins kan ook niet meer dan in het pakket wil hebben. Dus eerder nog de avondklok afschaffen dan de scholen openen? Nee, zo werkt het niet. Nee, je hebt aan de ene kant, moet je echt een Berlijnse muur tussen zetten. Aan de ene kant is er ruimte om dingen te doen. En daarvan hebben we nu gezegd dat basisonderwijs willen we sowieso open, tenzij er contra-indicaties komen uit het onderzoek in Lansingerland over de verspreiding van het Engelse virus onder kinderen. Dus dat is dat stuk. En überhaupt als er ruimte komt om weer dingen te doen, nou, dan is die ruimte er. Aan de andere kant kan het zo zijn dat je toch nog te maken hebt met ernstige besmettingscijfers. Dat weet je niet zeker. Je hoopt het niet op de 9e dat je toch nog dingen moet doen. Ik wil alleen gezegd hebben hier dan, is die avondklok er eentje die je echt als het enigszins kan, echt als eerste in de vuilnisbak wilt gooien. Tot slot, laatste vraag aan meneer De Jonge over de vaccinatie. Er zijn lijstjes waar Nederland toch behoorlijk onderaan bungelt nog met het tempo waarin we kunnen vaccineren op dit moment. Is er nou toch niet de mogelijkheid om dat proces nog te versnellen en dat de GGD bijvoorbeeld meer mensen per dag op die locaties inent met de vaccins die er al zijn? Ja, dat doen we dus ook. Dat heb ik zojuist toegelicht. Dat is precies wat we doen. We hebben dus de afgelopen week eindeloos sommetjes gemaakt hoe we dat zouden kunnen versnellen. En wat wij deden is 100% voorraad aanhouden voor de tweede prik. Dat is eigenlijk ook in iedere situatie is dat het beste om te doen. Omdat je dan geen risico loopt op het uit moeten stellen van die tweede prik. Op het af moeten zeggen van afspraken. Maar wat we nu hebben gedaan is eigenlijk juist wel meer risico nemen op dat voorraadbeheer. En dat is mogelijk omdat je die tweede prik in de zesde week doet. En daardoor kun je versnellen. Dus wat we versnellen is bijvoorbeeld volgende week al de 90-plussers die thuis wonen uitnodigen. Die stonden eigenlijk pas voor over een aantal weken. Wat we versnellen is in de eerste week van februari de 85-plussers die thuis wonen uitnodigen. Om zich te laten prikken bij die GGD. Dus die GGD gaat juist versnellen. En waar we heel erg kunnen versnellen is als AstraZeneca doorkomt natuurlijk. Dat is in de getallen in ieder geval is dat de grote gamechanger. Want als je kijkt naar de stroom aan leveringen van Pfizer en van Moderna, is dat natuurlijk op dit moment nog heel gering. Daar kun je nog geen hele grote aantallen. Ik hoor wel eens een suggestie, waarom prikken die mensen bij de GGD eigenlijk niet 24 uur per dag? Ja, moet je wel iets hebben om weg te prikken. Want we houden gewoon het tempo van de leveringen bij. Dus dat is wat we doen. We gaan zo snel als het kan. En ik zie die internationale lijstjes, zie ik ook.
En het heeft voor een deel ook gewoon te maken met de time lag in informatie. Wij zitten nu op de 100.000 prikken, maar we hebben die informatie nog niet zo geautomatiseerd op een dashboard dat we dat ook op die manier kunnen weergeven. Maar ook daar werken we aan. Ook dat zal op een hele korte termijn worden gedaan. Nieuwsuur, aansluitend Trouw. Meneer Rutte, heeft een avondklok zin als mensen nog steeds naar kantoor gaan en kantoren vol zitten? Kantoren zitten niet vol. 80% van de mensen die thuis kan werken, werkt thuis. Tot 80%. En de avondklok heeft absoluut zin. Je moet het alleen niet als een... Ja, het lastige is natuurlijk een maatregel die erbij komt. Andere landen die hebben de avondklok als onderdeel van een breder pakket eerder ingevoerd. Maar je ziet uit die modellering van het RIVM dat het nog steeds een zeer significant effect heeft. Ja, toch blijft u praten met sociale partners om te kijken om thuiswerken nog meer te stimuleren. Maar ik krijg niet de indruk dat daar echt concreet wat uitkomt. Ja, dat ben ik niet met u eens. Want die percentages zijn echt heel aanzienlijk van het aantal mensen wat nu thuiswerkt. Tot 80% is echt hoog. Ik wil het naar 100%. Ja, maar waarom het coronaverlof bijvoorbeeld? Ik begreep net uit de brief dat dat niet gaat lukken. Het punt is, laat ik het zo zeggen, we zijn bezig in gesprek met sociale partners, ook in het kader van het economisch steunpakket, om te kijken hoe we hen ook financieel kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld ook in zoiets als het coronaverlof, daar is Wouter Koolmees van Sociale Zaken mee bezig. Sociale partners, en wij zien ook het belang van een coronaverlof. En dan praat je dus over hoe kun je mensen, de combinaties van werk, kinderen en zichzelf zo goed mogelijk laten combineren. De overheid zorgt voor maximaal maatwerk waar wij dat zelf kunnen. Dus wij proberen als werkgever, waar 1 op de 4 mensen in Nederland werkt in een vanuit de overheid betaalde baan, zelf daar het goede voorbeeld in te geven. En daar zijn de gesprekken ook met de sociale partners over aan de gang, ook in financiële zin. Maar het is niet zo dat je dat met een regeling kunt oplossen. Dat werkt niet. Dus coronaverlof is van de baan helemaal, voor mensen die thuis moeten werken? Sorry, nee, dus niet. Alleen je kunt het niet met een regeling doen. Wat je moet doen is dat je... Het is maatwerk. Je kunt niet zeggen, ik maak een regeling dat u morgen coronaverlof hebt. Want het zal altijd maatwerk zijn tussen jou en de werkgever. Of tussen mij en mijn werkgever. Maar nee, bij de overheid is het zo dat wij dat doen. Hè, dus is het maximaal maatwerk. Je ziet het bij heel veel bedrijven ook gebeuren. Maar is er ook een financiële vraag... En over die financiële vraag zijn we ook in gesprek in het kader van het steunpakket waar we nu aan werken. En wanneer verwacht u daar iets? Dat steunpakket hopen we dus ja, morgen of vrijdag een eind te zijn. Okay. En dat is aanvullend op wat er aan steun is, hè, zeg ik nog maar een keer. Want er is natuurlijk al heel veel steunmaatregelen. Maar je ziet gewoon nu breed in de economie dat dat te weinig is voor heel veel kleinere ondernemingen. Trouw. Dat u hoopte dat de meest ingrijpende maatregel, de avondklok, tot en met 9 februari niet langer duurt. Er is natuurlijk een kleine kans dat het zelfs dit pakket niet genoeg is. Is in theorie nog een overtreffende trap mogelijk? Daar wil ik niet over speculeren. Ja, je kunt altijd weer, u en ik kunnen altijd weer iets nog ergens bedenken. Maar u heeft het vaak over uw gereedschapskist. Ligt daar nog wat in? Ik wil het niet over speculeren, want dan wordt dat het nieuws. Rutte, we willen juist nu, we doen een extra maatregel in een bestaande lockdown die al behoorlijk heftig is. Hè, inclusief de winkelstraten die dicht zijn. Naast al langer dicht de horeca. Dit als extra maatregel om te zeggen, nu het toch al zo heftig is, laten we dit doen. Want dan kun je en je beter voorbereiden op het Engelse virus, maar ook weer eerder, verwacht je ook, weer wat perspectief geven. Naar de andere kant redenerend zou het allemaal vreselijk tegenzitten. Daar is op dit moment ook niet, daar is ook nu geen aanleiding voor dat aan te nemen. Okay. Dus dit loopt tot 9 februari. Dan zullen we op 2 februari besluiten, wat doen we na 9 februari? Ik heb alleen wel zeggen hier, ook vandaag het kabinet besproken, je kunt nooit garanderen dat er niks meer nodig is na de 9e. Je kunt ook niet garanderen dat het ook nog steeds moeilijke maatregelen zijn. Maar als het aan ons ligt, het liefst dan wel die avondklok in de vuilnisbak. Maar ook daar kun je geen 100% garantie op geven. Maar het is wel de eerste waar je dan vanaf zou willen. Oké. Okay. Ik zag één ding aan toevoegen. Graag, Hugo. Want je noemt het de avondklok de meest ingrijpende maatregel. Maar ik vind toch echt in de weging van alles, en dat zal voor iedereen ook persoonlijk gelden, hè, maar in de weging van alles is toch het basisonderwijs op dit moment verreweg de meest ingrijpende maatregel. Veel ingrijpender dan die avondklok. Zei dat die als eerste weer zou verdwijnen. Ja, maar wij zeggen natuurlijk ook wel als kabinet, die basisscholen die moeten sowieso weer open op de 8e. Dat zeggen we niet voor niet. En we zeggen ook dat die avondklok moet verdwijnen zodra die kan. En we gaan er echt vanuit dat de 9e zal zijn, natuurlijk. Maar de basisscholen zijn echt verreweg het meest ingrijpend. Echt waar. Zeer eens. Nederlands Dagblad, en dan komen we ook een beetje tot een afronding.
Ja, verschillende collega's hebben er al naar gevraagd. Maar stel dat de avondklok komend weekend ingaat tot 9 februari, dat zijn maar 2 weken. Is het niet eigenlijk onverantwoord van u om te suggereren dat we daarna van de strenge maatregelen af zouden kunnen, premier Rutte? Je kunt niet garanderen dat er na 9 februari niks meer nodig is. Dat kun je niet garanderen. Ik kan alleen zeggen dat we dat op dit moment niet weten. Dat we dat echt stap voor stap doen. Duitsland heeft nu een verlenging tot 14 februari. Wij hebben hem eerder verlengd naar 9 februari. De Duitsers hebben gisteren een pakket wat afliep verlengd tot 14 februari. Wij zullen op 2 februari moeten besluiten wat we gaan doen na de 9e. Op basis dan van de cijfers. Het enige wat ik kan zeggen is, je hoopt natuurlijk dat er niks meer nodig is. Maar dat lijkt me onwaarschijnlijk. Dan is ineens de hemel helemaal opengebroken. Dus ik verwacht dat we nog steeds maatregelen moeten nemen. Maar in welke hevigheid, wat er nodig is, dat weten we niet. En sowieso wil ik zeggen dat als het enigszins kan, geen 100% garantie, maar echt, als het enigszins kan, weg met die avondklok. En dat is nogmaals aan de ene kant van de maatregelen, aan de andere kant van het weer een beetje perspectief aan de samenleving bieden. Sowieso willen we op 9 februari, misschien al eerder, die lagere scholen proberen open te krijgen. Ja, ik begrijp wat u zegt, maar toch, ik weet niet hoe het u vergaat, maar om mij heen merk ik dat mensen ook wel juist perspectief willen. Ook al is dat een negatief perspectief. En iedereen kan eigenlijk op zijn vingers natellen. Als we net het sombere verhaal van minister De Jonge horen over de donkere weken die voor ons liggen, dan is het toch... Komt niet door mij, hè? Dan is het toch niet 9 februari dat we met deze maatregelen kunnen stoppen? Nee, u heeft het... Laten we een verschil maken tussen deze maatregelen en maatregelen. He, dus het is echt heel goed mogelijk dat je op 9 februari nog steeds te maken hebt met allerlei beperkingen. Dat kan ik echt niet uitsluiten. Sterker nog, dat is ook nog wel weer waarschijnlijk tot op zekere hoogte dat er nog voor alles nodig is. En wat je dan precies nodig hebt, moet je goed analyseren. Advies overvragen doen we een week van tevoren. Wij gaan nu in het bestaande pakket 2 weken lang er een extra maatregel bij zetten. Dat is ons voornemen. Dat is die avondklok. En het enige wat ik wil zeggen is dat wij... als we al meer moeten doen na de 9e, als het enigszins kan, die niet willen voortzetten. Oké, ik heb nog een andere vraag. Ik neem aan dat de maatregel wordt genomen onder de tijdelijke coronawet. Wat betekent het bijvoorbeeld voor... Ik weet dat sommige kerken 's avonds dienst hebben, ook al zijn dat vaak online diensten. Maar als dat eindigt na 8:30, kan dat? Nee, dat lijkt me niet. Maar dat gaan we voor u uitzoeken. Okay. Gaan we voor u uitzoeken. Nog iets anders. Wij horen de maatregelen worden ook niet... De avondklok zit niet onder zit trouwens niet in de tijdelijke coronawet. Okay. Nee, het valt onder een ander juridisch artikel. Maar sorry, dat is allemaal... Nog een andere vraag. Wij horen vandaag van verschillende predikanten en geestelijke verzorgers dat ze door ziekenhuizen worden geweigerd om mensen te bezoeken die heel ernstig ziek zijn. Omdat dan wordt gezegd door het ziekenhuis, ja, u bent gewoon een reguliere bezoeker en we laten er maar 1 per dag toe. Wat vindt u daarvan? Ik zou denken dat dat niet in lijn is met de afspraken die Actis en Verenzo zelf hebben gemaakt. In de ouderenzorg bijvoorbeeld, de ziekenhuiszorg, zijn het meer de ziekenhuizen zelf die dit type afspraken maken. Maar toegang tot geestelijke verzorging moet in beginsel altijd gewoon mogelijk zijn. Tenzij iemand natuurlijk zo ernstig ziek is of tenzij er in een huis een zo ernstige uitbraak is dat er echt een bezoekverbod moet gelden. Nou, we hebben gezegd dat gaan we sowieso nooit meer generiek doen. Dus het zal altijd een beslissing zijn op locatie. Nou, we kennen nu een aantal hele verdrietige uitbraken, ook al met die Britse variant, in een verpleeghuis, waarbij het halve team ziek is en het merendeel van de bewoners. Ja, in zo'n situatie kan ik me voorstellen dat men zegt, überhaupt eventjes iedereen buiten de deur alsjeblieft. Dus die ruimte heeft men ook om te doen, maar in beginsel is er altijd toegang noodzakelijk en ook mogelijk voor een geestelijke verzorging. Dat snap ik, maar even heel helder dus. In principe, geestelijke verzorging kan bovenop het reguliere bezoek plaatsvinden, ook in een ziekenhuis. In beginsel, zeg ik, maar ik wil echt de ruimte ook houden voor een huis om daar ook anders in te besluiten. Want een huis heeft daar zelf namelijk ook een verantwoordelijkheid in. Maar in beginsel moet er natuurlijk gewoon toegang zijn voor een geestelijk verzorger. Maar ik begrijp dat in een uiterste noodsituatie men zegt, joh, even iedereen buiten de deur, want we moeten even de brand blussen. Dat begrijp ik. Okay. Ik dank u allen. Veel dank. Dank. Het beeld wordt zwart.